Dit is mijn bed. En de komende 24 uur ga ik overleven in mijn bed. Oh. En oprecht, ik denk dat dit een van de makkelijkste challenges ooit wordt. En deze video is in samenwerking met Emma Sleep. Emma Sleep heeft ervoor gezorgd dat mijn nachtrust op en top is. En oprecht, nachtrust is voor mij echt een van de belangrijkste dingen. Emma Sleep heeft voor mij 2 kussens opgestuurd en een heerlijk zachte topper. En oprecht, deze topper is echt een topper. En natuurlijk heeft Emma Sleep hier goed over nagedacht, want de topper en het matras zijn ontworpen voor de perfecte nachtrust. Ook is het schuim gemaakt van hoge kwaliteit. En dit zorgt er natuurlijk voor dat onder het slapen je hele lichaam goed ondersteund wordt. Ook werkt deze topper drukverlagend, zodat je 's ochtends ontspannen uit je bed komt. Dus wil je nou een goede nachtrust hebben, dan zou ik zeker even een kijkje nemen bij Emma Sleep. En check even het linkje in de beschrijving. En gebruik ook mijn kortingscode voor 20% korting. Maar voordat we deze challenge gaan beginnen, ga ik natuurlijk niet op mijn kamertje liggen. Want het is momenteel 25 graden. Ik slaap op de zolder, dus ik ga mijn bed meenemen naar beneden. En die ga ik in de tuin leggen. Op naar de tuin. Zo. En nu het bed in de tuin ligt, is het tijd om te beginnen met deze challenge. Dus we stappen het bed op. En vanaf nu mag ik mijn bed de komende 24 uur ook niet meer verlaten. Dit is voor de komende 24 uur mijn uitzicht. Op zich lig ik droog, dus dat is top. Ik heb de deurtjes mooi openstaan. Want zodra de zon enigszins begint te schijnen, voelt het hier gewoon al aan als 35 graden. Ook heb ik daar een camera die mij de komende 24 uur in de gaten gaat houden. Zodat ik niet uit mijn bed kan komen en ook niet mag komen. En oprecht, ik vraag me echt af wat ik de komende 24 uur allemaal ga doen in mijn bed, behalve slapen, want ik ga niet 24 uur lang slapen, want ik ben totaal niet moe. Oh, dit wordt een lange video. Oh ja, en ook mag ik de komende 24 uur deze telefoon niet meer gebruiken, dus deze gaan we aan de kant leggen en die mag ik morgen pas weer gebruiken. Oh, wat doe ik mezelf aan. Maar voordat we verder gaan met deze video, heb ik nog een leuke challenge voor jullie. Like deze video met je ogen dicht en spel je naam letter voor letter in de comments met je ogen dicht. En als dat is gelukt, dan krijg je van mij een hartje. Er zit een wesp hier. Ga eens even weg. Ik ga dit alleen doen, dat dacht ik. En niet meer terugkomen. Ik heb een idee. Ik ga tot mezelf komen. Ik ga yoga doen. Denk aan alle rust om je heen. Ik lig nu momenteel een uur in mijn bed. En het is in de middag en ik heb wel zin om wat te lunchen. Dus daar heb ik voor gezorgd. Ik heb mezelf al een klein beetje voorbereid voor deze video. Ik heb hier namelijk mijn tosti-ijzer. En hier heb ik al eventjes broodjes met kaas. Dus dan weet je het al wel. We gaan deze broodjes in het tosti-ijzer doen. Zo. En nu is het alleen nog wachten totdat mijn tosti klaar is. En aangezien ik hier aan het wachten ben, heb ik Wessel eventjes gevraagd of hij zo meteen langskomt voor de gezelligheid. Dus Wessel komt zo meteen even langs voor de gezelligheid. En dat kan ik hier wel gebruiken. Oh. Tosti is klaar. Kijk eens even. Nieuwe erin. Ah. Oh, lekker, lekker, lekker. Nu moet ik oprecht niet te veel kruimelen. Want anders heb ik vannacht last van mijn eigen kruimels in mijn bed. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar de zon begint nu echt goed door te breken. Dat betekent dat het zometeen het warmste moment is van de dag. En ik lig hier letterlijk weg te branden. Het is oprecht hier niet normaal warm. Ik denk dat ik mijn shirt maar ga uittrekken om het iets beter te maken hier. Wessel die staat dus nu voor de voordeur, alleen ik mag mijn bed niet uit. Dus Wessel staat bij de voordeur, maar ik kan hem niet openen. Hallo? Hallo? Hallo, kaartje van jou. Ja, je moet even over het hek heen klimmen, denk ik, achter. Godverdomme. Dank je. Oh ja, en vanaf nu leg ik de telefoon weer weg. Ik heb mijn telefoon alleen gebruikt om Wessel even toe te spreken. Wessel? Ja. Hoi. Hoi. Hallo. Hallo. Lekker eitje voor jou meegenomen, man. Oh. En daar is Wessel. Ik kan oprecht wel wat gezelligheid gebruiken. Oh. Zijn nog warm, hè? Moet je eens voelen. Oh, lekker. Ja. Ik ga lekker eitjes smikkelen. Tostietje en eitje. Beter kan niet gewoon vandaag. Oh, hij is echt nog warm. Ja. Au. Hij is goed gekruist. Jezus, stik bijna een ei. Is het nog leuk? Nee. Je bent klaar mee, hè? Het is warm. Ja, ik vermaak me zeker nog wel eventjes.
Ik ben momenteel 6 uur bezig. En oprecht, ik wist niet dat je van niks doen ook moe kon worden. Want ik ben oprecht gewoon moe. Dus ik denk dat ik zo meteen gewoon een uurtje mijn oogjes dicht ga proberen te doen. En dan kijk ik wel waar ik eindig. Hopelijk voel ik me daarna iets minder moe. Om weer eventjes de avond door te zetten. En natuurlijk ga ik wel alvast mijn eten bestellen. Want dat duurt zeker nog wel een uur voordat het hier is. Ik heb geen idee hoe ik het hier ga krijgen. Ik denk dat ik mijn moeder heel lief aan moet kijken. Om het eten bij mijn bed te krijgen. Oh, kijk eens even. Lekker. Het eten is er. Ik ga lekker smikkelen. Vanuit mijn bedje. En dat is wel een klein nadeel. Ik ben dus alleen, dus ik moet ook alle kosten op mezelf nemen. 29 euro weer. Nou, ik hoop dat jullie even snel abonneren, want dan verdien ik in ieder geval deze video nog terug. Oh, wat is dit lekker. Dit is te gezond. Die gaan we niet nemen. Maar dit wel natuurlijk. Woe! Ik lig nu momenteel 9,5 uur in mijn bed. En het is tijd om een soort van mijn kamer ietsjes gezelliger te maken. Ik heb geen idee waarom ik dit nu pas doe. Dit had ik beter aan het begin van de video al kunnen doen. Kijk, ik heb ballonnen en ik heb slingers. En die ga ik overal om me heen ophangen. Ik denk dat ik het alleen bij de slingers hou, want ik kan de ballonnen gewoon niet opplakken. Die vallen de hele tijd los. Het voelt in ieder geval iets gezelliger met die slingers. Dus ik kan de avond weer mooi door en ik ga even lekker chillen en tv kijken. Want op deze tv kan ik mijn laptop aansluiten. En dan kan ik gewoon even lekker tv kijken. Ik ben momenteel 11 uur bezig en ik ga me zo klaarmaken om te slapen. Maar altijd voordat ik ga slapen ga ik altijd nog even op mijn telefoon. Maar helaas mag ik die nu niet gebruiken. Dus ik heb een andere activiteit gevonden waardoor ik misschien iets sneller in slaap val. Ik heb hier namelijk een spons. En ik heb hier 2 emmers. In de ene emmer zit water en de andere emmer is leeg. Nou ga ik dus het ene water verplaatsen naar de andere emmer met water met alleen een spons. Dus daar ben ik wel even mee bezig. Ik hoop dat ik daarna gewoon lekker kan slapen. Ik verveel me zo erg dat ik gewoon iets heb bedacht om hem minder te vervelen. Nou, daar gaan we dan. Goed volzuigen. Oh, ik bedenk me nu pas dat dit lang gaat duren. Soms denk ik wel eens na wat ik doe met mijn leven. Wat ik überhaupt doe voor werk. Nou, dat is dit. Video's maken op YouTube. Oprecht. Het is gewoon gelukt. Ik ga me lekker klaarmaken om te slapen. Ik heb geen idee waarom ik dit heb gedaan. Nou vragen jullie vast af. Timo, hoe ga jij naar de wc? En hoe heb je het zo lang kunnen ophouden? Ik heb het heel de dag opgehouden. Zodat ik maar niet hoefde te plassen in de emmer. Maar ik moet nu toch echt wel voor het slapen zo nodig. Dat ik de emmer er even bij ga pakken. En ik ga gewoon in de emmer plassen. Ik moet een klein beetje privacy hebben. Maakt een beetje veel lawaai. Het is gelukt. Het is momenteel 12 uur en dat betekent dat ik lekker mijn oogjes dicht ga doen. En dat betekent ook dat ik dus op de helft ben van deze challenge. Ik hoef dus nog maar 12 uur te overleven in bed. Dus ik hoop dat ik morgen lekker uitslaap. Ik zeg in ieder geval tot morgen en slaap lekker. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen. Mijn planning was om lekker uit te slapen. Zodat ik nog zo min mogelijk tijd in mijn bed moest besteden. Maar het is echt een soort van broeikas. Kijk dit. Daar is de zon. En die staat hier vol op. Ik denk oprecht dat het hier nu 35 graden is. Het is echt niet normaal. Het is echt fucking warm. Oh, ik heb gelukkig wel een waaiertje naast mijn bed staan. Maar ik denk niet dat hij hier tegenop kan. Dus ik ga de deuren lekker opengooien. Dat ik wat frisse lucht krijg. En moet ik maar een beetje schaduw gaan opzoeken. Ik heb in ieder geval wel lekker geslapen. Dus dat is top. Ik lig inmiddels 23 uur in mijn bed. En het is tijd voor een ontbijtje. Nou heb ik wel een blikje knakworst meegenomen. Alleen kan ik het nu niet warm maken. Want ik kan niet bij het gras vanuit. Nou, daar gaan we dan. Ik heb wel eens beter ontbijt gehad. Nou, niet verkeerd. Niet verkeerd. Had ik smikkelen. Ze is echt niet normaal warm. Het is echt heel erg warm. De laatste minuut is ingegaan. Het is hier zo warm. Ik kan geen minuut meer wachten. Holy shit. 24 uur in mijn bed. Net niet gehaald. Het is geen aanrader. Dus ik ga het ook niet weer doen. Bedankt voor het kijken.